Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is zaterdagochtend, 9:10 en we zitten in de auto en ik moet echt opschieten, want ik heb nog zo fucking veel te doen en zo weinig tijd. Dus, let's go! Dus zijn we thuis met een paniekaanval midden in de winkel. Geweldig. Ik denk niet dat er veel gevlogd wordt vandaag, want ik heb het zo druk en ik ben zo fucked up. Dat is de andere kant van de medaille. Maar goed, eventjes gevulde eieren aanmaken en dan ga ik proberen te lunchen. En ik ga het even lunchen. We houden het simpel vandaag. Wel vers gemaakt, maar hoef ik zelf niks te doen. Ook gemaakt. Hoor je Jezus kwakkleurtje broer van dat dan? Als je gisteravond met je moeder even weg gaat, dan zie je natuurlijk altijd je kleurboeken voor madame. Dus mij. Ik heb al, ja, ik haat het moet altijd te laat zien, maar ik ben al bezig. Die eerste bladzijde is gewoon echt helemaal van. Daar heb ik het weer best. Oba. Het hoort paars te zijn, maar het is dus blauw. Maar het is ook fucking. Dit heb ik verpest. Maar dit heb ik allemaal goed gedaan. En hier ben ik mee bezig nu. Ja, ik weet niet waarom ik dit soort heb gedaan, maar het hoort eigenlijk die kleur te zijn. Dus ja, we gaan verder. En ik ga het. Zo, het is 7:30. Ik ben kapot. Ik ben echt kapot. Ik ben de hele dag lichtelijk aan het crashen geweest. We hadden niet helemaal de verjaardag. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik was blij dat het niet zo druk was. Iedereen was op vakantie natuurlijk. Mijn broer was er. Mijn BFF. Neefje en mijn nicht. En mijn buurvrouwtjes geweest. En dat was het eigenlijk wel. En we hebben het onwijs gezellig gehad. Maar we zijn ook wel weer blij dat het erop zit. Nieuw heb ik het lekker naar zin gehad. En ja, het is lekker verwend. Ze hebben vanochtend een paar nieuwe schoenen gehad. Gras ook. Nieuwe patas, Nikes. Dus ja, ze zijn weer helemaal happy de peppy. Ja, we hebben even gauw wat eten gehaald, even bij de Chinees wat gehaald. Nou, daar heb ik me alweer spijt van natuurlijk. Ik heb de hele dag spijt van het eten, want ik heb weer te veel stokbroodjes gegeten en dat ging even helemaal fout. Maar goed, eigen schuld, dikke bult. Ik ga het zo lekker mijn make-up hier afhalen en dan ga ik lekker in mijn bedje liggen. Alle telefoons gaan uit, alle wekkers gaan uit. En, wat zeg ik altijd? En de tering. Ja, dus morgen is zondag. Nou, vandaag, ja, morgen. Ik heb eigenlijk niet veel op de planning staan. Ik probeer wat te vloggen, maar ik ga eerst kijken hoe ik aan toe ben. Ja, want ik takel weer een beetje af. Dat wil ik niet. Dus, helemaal bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei doei.